Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Psalm 118, vers 24 zegt: dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. Nou, over die blijdschap en die verheuging kunnen we ook iets vinden in Filippenzen hoofdstuk 1, waar we vanochtend naar willen gaan luisteren met elkaar. Maar voordat we Filippenzen hoofdstuk 1 gaan lezen of een gedeelte daarvan, stellen we onszelf de vraag: hoe is die gemeente in Filippi nou precies ontstaan? En daarvoor gaan we een paar versen lezen uit Handelingen hoofdstuk 16. En de kinderen hebben er vanochtend al iets van gehoord in het kindermoment. Maar ik wil u vragen om eerst met mij op te zoeken Handelingen hoofdstuk 16. En daarvan willen we lezen vers 6 tot en met vers 13. En het was tijdens Paulus zijn tweede zendingsreis dat hij deze eerste gemeente in Europa stichtte. En ik zeg Paulus stichtte, maar het was niet Paulus die de gemeente stichtte, maar het was een werk van de Heilige Geest. En dat zullen we heel duidelijk zien vanuit Handelingen 16. Handelingen 16 vanaf vers 6 tot en met vers 13. We lezen daar in Gods woord: en nadat zij, dat waren Paulus en Timotheus, door Frygië en het land van Galatië gereisd waren, werden zij door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. En bij Mysië gekomen probeerden zij naar Bithynië te reizen, maar de Geest liet het hun niet toe. En nadat zij bij Mysië voorbij gereisd waren, kwamen zij in Troas. En Paulus kreeg 's nachts een visioen te zien. Er stond een Macedonische man die hem dringend vroeg: kom over naar Macedonië en help ons. Toen hij nu dit visioen gezien had, probeerden wij meteen naar Macedonië te reizen, omdat wij eruit opmaakten dat de Heere ons geroepen had aan hen het evangelie te verkondigen. Wij voeren dan van Troas weg en koersten recht op Samothrace aan en de volgende dag op Neapolis. En vandaar gingen wij naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad. En op de dag van de Sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond. En nadat wij daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die hier samengekomen waren. Tot zover. Nou, het gedeelte gaat dan verder in het hoofdstuk en u weet, dan ontmoet Paulus en Timotheus daar Lydia. En de Heere opent het hart van Lydia. Ze komt tot geloof en wordt gedoopt. We lezen dan over een jonge vrouw die een waarzeggende geest had, een slavin. Zij wordt van die waarzeggende geest bevrijd. En uiteindelijk lezen we over de gevangenbewaarder, de cipier. Paulus en Silas kwamen in de gevangenis terecht. En deze man die werd in zijn hart getroffen. Wat moet ik doen om zalig te worden? Geloof in de Heer Jezus Christus. En ook hij wordt gedoopt met zijn huisgezin. En dan gaan we naar Filippenzen. Filippenzen hoofdstuk 1. Het is goed om dit in gedachten te houden. Filippenzen hoofdstuk 1. En daarvan lezen we met elkaar vers 1 tot en met vers 8. Dat zal ook het gedeelte zijn waar we vanochtend bij stilstaan. Filippenzen hoofdstuk 1. Vers 1 tot en met 8. En daar zegt het woord van God: Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dat van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie.
Want God is mijn getuige, hoe vurig ik naar u allen verlang met de innige gevoelens van Jezus Christus. Tot zover Gods woord. Zoals we zojuist hebben gelezen vanuit Handelingen 16, hebben we gezien dat het de Heilige Geest was die aan het werk was daar in Filippi. Het was namelijk door middel van de Heilige Geest dat Paulus naar Macedonië werd geleid, naar Europa werd geleid. En bedenk dat eerst de deuren waren gesloten. Dat lazen we in Handelingen 16, vers 6. Paulus, Timotheus en ook Silas, ja, ze waren niet in staat geweest om het woord in Azië, dat is het huidige Turkije, te spreken. Het was dus de soevereine God zelf, de heerser van het universum, die hier de leiding nam. De Heilige Geest verhinderde hen om het woord in Azië te spreken, lazen we. In Gods soevereine plan waren op dat moment de deuren voor hen gesloten daar in Azië. Maar zoals we hebben gezien, Gods plannen zijn hoger dan de plannen van de mens. Zelfs wanneer de mens beschikbaar is voor het werk in Gods koninkrijk, moeten we ons onderwerpen aan zijn plan in plaats van aan ons eigen plan. De vraag is dan ook vanochtend: wiens plannen voor jouw leven zou je nu echt willen volgen? Maar wat een prachtige uitkomst hadden die gesloten deuren in Azië, niet waar? Want God had andere plannen. God had veel betere plannen. Andere deuren werden wonderlijk geopend. Zijn plan was namelijk dat de evangelie naar Europa zou komen. De goede boodschap. Het evangelie van Jezus Christus. Vanuit het oosten naar het westen. En vers 9 van Handelingen, hoofdstuk 16, vertelt ons dat Paulus in die nacht een visioen kreeg, waarin hij een Macedonische man zag, die hem dringend vroeg: kom over naar Macedonië en help ons. Nou, dat is wat Paulus deed. Meteen, lazen we. Dat woordje meteen. Omdat de Heere hen geroepen had het evangelie te verkondigen op die plek. Er was daar een nood in Europa. Een nood voor het evangelie, de goede boodschap van redding en van genade en van verlossing, de boodschap over Jezus Christus, over lijden en over blijdschap. Ja, ze moesten daar in Filippi horen over het normale christelijke leven. Het leven waarin Christus centraal staat en wat dat dan betekent en zo. En dan komt Paulus daar in Filippi aan. Die eerste stad van dit deel van Macedonië. En lezen we dat hij op de Sabbat ging naar de rivier samen met Timotheus. Waarom? Nou, dat was een plaats waar gewoonlijk door vrouwen werd gebeden. Ja, er was daar blijkbaar in Filippi nog geen synagoge om samen te komen. Het ontbrak vermoedelijk nog aan 10 Joodse mannen. Het aantal dat minimaal was benodigd in de rabbinale traditie om een synagoge te hebben. Die waren er niet, blijkbaar. Maar deze vrouwen, zij begrepen wel het belang van gebed. Ze kwamen daar wekelijks samen bij die rivier. En gebed is een instrument waardoor de Heilige Geest werkt. Dat zien we hier. Broeders en zusters, gebed is van groot belang voor de gezondheid van de gemeente. En daarom hebben ook wij onze gebedsavonden. Waarom? Nou, om te bidden voor de voortgang van het evangelie. Om te bidden voor een opwekking in onze harten. Om te bidden voor een opwekking in de kerk. Het is een werk van God en niet van ons en daarom moeten we bidden. En dat bidden, dat blijft niet zonder gevolgen hoor. Kijk maar naar vers 14 in Handelingen 16. Daar wordt het hart van Lydia geopend, zodat zij acht gaf op wat door Paulus gesproken werd, staat er. Er staat dat zij God diende. Ja, eerst was ze religieus. Maar toen haar hart geopend werd, toen ging ze behoren tot de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn. Hier ontstaat de gemeente van Filippi door de prediking van het woord. Van de levende
en van de levendmakende God. En het bleef niet bij Filippi of bij Lydia. Nee, zoals ik zei, we kunnen lezen over die slavin die die waarzeggende geest had. Die door Paulus werd bevrijd. En we lezen over die cipier, die gevangenbewaarder, die Paulus en Silas gevangen had gezet. En tot geloof kwam nadat hij gehoord had over de Heer Jezus Christus. Hier ontstaat de gemeente van Filippi. Hier zien we het begin van deze gemeente aan wie Paulus zijn brief schrijft. En die gemeente zullen we de komende tijd gaan volgen. We zullen die brief gaan bestuderen met elkaar. Het was een soeverein werk van God de Heilige Geest. Hij was de eerste. We zien Lydia. We zien een slavin. We zien een gevangenbewaarder. De een had een Griekse afkomst, de andere een Romeinse. En ze werden samengebracht. Zo werkt het evangelie. Ze hadden in eerste instantie niets met elkaar gemeenschappelijk. Maar dat veranderde. Dat veranderde door de kracht van het evangelie. Toen ze deel gingen krijgen aan Jezus Christus. Galaten 3 vers 28 zegt het zo mooi. Daarbij is het niet van belang of men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang of men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang of men man is of vrouw. Want alle bent u één in Christus Jezus. En nu hadden ze alles gemeenschappelijk. Want ze waren één in Christus geworden. Het evangelie is de kracht van God tot zaligheid. En het is hier waar die diepe relatie tussen Paulus en de Filippenzen ontstaat. En dit is waarom Paulus kan zeggen: ik dank mijn God telkens wanneer ik aan jullie denk. Ja, Paulus, hij schrijft die brief aan de Filippenzen vanwege die gift die hij had ontvangen van hen. En daarvoor wilde hij hen bedanken. Daar kunnen we over lezen in hoofdstuk 4. En we hopen daar later, zo de Heere wil, bij stil te staan. Maar hij schreef de brief aan de Filippenzen ook om de gemeente in Filippi geestelijk te onderwijzen en hun harten te verblijden. Dat de gemeente zich ten alle tijden zal verblijden, in alle omstandigheden. En hij schreef de brief zodat de gemeente van Filippi Epafroditus welkom zou heten bij zijn terugkomst in de gemeente. Dat ze verheugd mogen zijn als ze Epafroditus weer zullen zien. Nadat hij zo erg ziek is geweest, ja zelfs tot na de dood staat het, nabij de dood. Weet je, dit alles klinkt als het normale christelijke leven. Veel brieven van Paulus, ze zijn geschreven om orde op zaken te stellen. In specifieke gemeenten. Denk bijvoorbeeld aan het waarschuwen tegen valse leringen. Of om een gemeente te corrigeren. Vanwege zondig gedrag wat er was in de gemeente. Een zondige levenspraktijk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gemeente van Korinthe. Maar de brief van de Filippenzen die is heel anders. Paulus is in het algemeen zo blij met deze gemeente. En dat komen we steeds weer terug. Hij is verheugd. Ja, er speelde best wat hoor in die gemeente. Denk even aan Euodia en aan Syntyche. Twee vrouwen die wat met elkaar kibbelden en zo. Daar komen we later nog wel op in hoofdstuk 4. Maar over het algemeen is deze brief toch anders dan de andere brieven. Het is een brief die gaat over blijdschap. En een brief die vol staat van Christus. En een brief over eensgezindheid en zo. En over dat de een belangrijker is dan de ander. En elkaar die plek gunnen. En over lijden. En over heilig leven. Een brief, nogmaals, over het normale christelijke leven. En alhoewel die brief bijna 2000 jaar geleden is geschreven, vanuit gevangenschap, de brief staat in onze Bijbel. En daarom is die ook belangrijk voor ons, vandaag de dag. We willen dan ook gaan luisteren naar deze brief en met elkaar door die versen gaan die we vanochtend hebben gelezen. Ik heb boven de preek gezet, het hart van de herder. Het hart van de herder. En daarbij heb ik vanochtend twee gedachten. In de eerste plaats waar het hart van de herder vol van is. Dat vinden we in de versen 1 en 2. En in de tweede plaats wat het hart van de herder gaat doen. In de versen 3 tot en met 8. Twee gedachten waar het hart van de herder vol van is. En wat het hart van de herder gaat doen.
Allereerst waar het hart van de herder vol van is, vers 1 en 2. We lezen daar Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus. Ja, Timotheus, hij werkte samen met Paulus. En hij was hem tot hulp. Hij was zijn jonge collega, kunnen we zeggen. Timotheus, hij was actief betrokken geraakt in het evangelisatiewerk in Macedonië. En Paulus, hij spreekt hier aan het begin van deze brief niet over zichzelf als een apostel. Valt ons dat op? Heel vaak, als we een brief van Paulus lezen, dan zien we dat Paulus, dat er gezegd wordt, Paulus een apostel van Jezus Christus. Maar dat staat hier niet. Nee, er wordt het woord dienstknecht of dienstknechten gebruikt. De gemeente wist dat Paulus autoriteit bezat. En dat werd niet in twijfel getrokken. Het hoefde niet nog eens beaccentueerd te worden, extra benoemd te worden. Nee, hier wordt het woord dienstknechten genoemd. Het Griekse woord voor dienstknechten, wat bij ons vertaald is met dienstknechten, betekent slaven. Paulus en Timotheus, zij waren slaven van Jezus Christus. Nou, bij het woord slaaf kun je snel denken aan een negatieve lading. Dat woord heeft een negatieve lading. Het woord wat het heeft vanuit de geschiedenis. Aan onvrijwillige dienst. Aan gedwongen onderwerping. En een grove behandeling. Maar dat is hier niet het geval. Hier is het juist heel positief bedoeld. Paulus en Timotheus zijn slaven van een goede meester. Door wie ze duur zijn gekocht. Met zijn eigen bloed. Hier is sprake van een diepe geestelijke band, van een relatie. Het is een voorrecht om een slaaf van deze meester te mogen zijn. Een slaaf van Jezus Christus. En Paulus, dat is wat hij doet, hè, aan het begin van deze brief. Hij wijst gelijk naar Jezus Christus. Daar vestigt hij de aandacht op. Daar is namelijk zijn hart vol van. Paulus en Timotheus zijn niet belangrijk. Maar Jezus Christus is belangrijk. Ze zijn van Christus. Hij is hun meester. Hoe zit dat bij u en bij jou vanochtend? Kan jij dat Paulus en Timotheus nazeggen? Heeft Jezus Christus ook bezit van jou genomen? Ben je niet meer van jezelf en leef je niet meer voor jezelf? Maar ben je van hem en ken je hem? Zie je, deze brief is ook zo belangrijk voor ons. De brief is zo relevant als het maar zijn kan. En deze brief wijst ons op wat nodig is. Dat we het eigendom zijn of het eigendom worden van Jezus Christus, van een ander. Dat we hem dienen en dat we hem groot maken in ons leven. Heeft u en heb jij hem lief? Omdat hij jou eerst heeft lief gehad. Ja, we moeten niet vergeten dat hij altijd de eerste is. Dat zegt Paulus zelf ook in vers 6. Hij die in u een goed werk begonnen is. Hij kwam toch naar deze aarde om te lijden en te sterven voor zondaren zoals jij en ik. En laat u ook iets van die liefde zien en blijken aan elkaar als gemeente. Hier. Maar ook buiten de gemeente. Ook aan hen die misschien de Heer Jezus Christus nog niet kennen, persoonlijk. Is het duidelijk van wie u en van wie jij er een bent? En dan bedoel ik niet natuurlijk van Paulus of van Timotheus. Maar van Jezus Christus. Ja, we krijgen hier aan het begin van deze brief een goed voorbeeld te zien. In het eerste vers een voorbeeld waar het hart vol van is. En wat ook duidelijk wordt, direct aan het begin van deze brief, is aan wie de brief specifiek is geschreven. Namelijk aan de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn. Dat is in de eerste plaats aan wie de brief geschreven is. Stelde Lydia misschien nog steeds haar huis open voor de gemeente? Want dat was wat zij deed toen ze gedoopt was, weet u wel. Lydia, die rijke vrouw, die handelde in purper. Daar hadden de Romeinen wel oog voor, hoor, voor purper. Het was zo'n mooi kwaliteitsproduct. Wat dacht je van zo'n mooie mantel?
En was de cipier die gevangen bewaarde, was hij misschien nog in de gemeente met zijn gezin toen ze tot geloof waren gekomen? Hij die de striemen van Paulus en van Silas gewassen had. En was daar misschien nog die jonge vrouw in de gemeente, dat meisje met die waarzeggende geest? Die was bevrijd van die waarzeggende geest door Jezus Christus. Zij die eerst een slaaf was van haar aardse meesters, maar nu een slaaf van Jezus Christus was geworden. Kijk, dit waren die heiligen in Christus Jezus uit Filippi, aan wie Paulus in de eerste plaats zijn brief schrijft. Mensen die Christus Jezus persoonlijk hebben leren kennen. Ja, daar komt het op aan, toch? Mensen voor wie de zonde bitter is geworden en voor wie Christus zoet is geworden. Maar die brief is niet alleen geschreven aan de mensen in Filippi, maar ook aan de heiligen in Overberg, hoort u het? Nou, dan denk je misschien, dat zijn nogal grote woorden. Heiligen in Overberg, ja, dat klopt. Als je in Christus Jezus bent, dan ben je een heilige. Dan ben je apart gezet en ben je het eigendom geworden van een ander, namelijk van Jezus Christus. Het gaat hier dus niet om mensen die zonder zonde zijn, hè? Dat mag wel duidelijk zijn. Mensen die een wonder hebben verricht of zo en daardoor heilig zijn verklaard. Nee, dat is niet wat Paulus hier bedoelt. Het gaat hier om mannen en vrouwen, om jongens en meisjes die hun vertrouwen hebben gesteld op de Heer Jezus Christus alleen. Die in Hem geloven. Mensen die weten en ervaren dat ze een zondaar zijn en dat de zonde bitter is. Mensen die weten dat ze het zelf niet kunnen en een verlosser nodig hebben. Mensen die vergeving en genade hebben ontvangen en voor wie Christus zoet geworden is. Die tegelijkertijd slaven van Jezus Christus zijn, maar ook heiligen, omdat ze geloven in Hem. Omdat ze Hem volgen, in Zijn voetstappen gaan. Het zijn mannen en het zijn vrouwen, het zijn jongens en meisjes met een brandend hart voor Jezus. Die niet gericht zijn op wat de wereld te bieden heeft, maar die gericht zijn op wat Hij te bieden heeft. Ze zijn niet van de wereld, maar ze zijn van Jezus Christus. En ze zijn geen heiligen omdat ze zelf zo goed zijn, maar ze zijn heiligen omdat ze een goede meester hebben. Alles uit genade alleen. De Heere, zij opende toch het hart van Lydia. Dat hebben we toch gelezen in Handelingen 16. Dat deed ze zelf toch niet? Zo van, nou ga ik voor Jezus kiezen. Nee, de Heere bevrijdde die jonge vrouw, die slavin van die waarzeggende geest. Dat deed ze toch zelf niet? En de Heere opende toch het hart van die gevangenbewaarder. Dat hij ging geloven. Dat deed hij toch zelf niet? Er zat helemaal niks bij van henzelf. Omdat ze zo goed waren. Of omdat ze in actie kwamen. Nee, het was alleen genade. Zo ook bij ons vandaag de dag hier. Deze heiligen in Filippi, ze zijn van Christus. Ze zijn in Christus, zegt vers 1. En ze ontvangen van de Heer Jezus Christus. Zeg jij dat vandaag de dag na? Want dat is het normale christelijke leven. Maar Paulus, hij zegt hier nog meer aan het begin van deze brief. Hij spreekt niet alleen specifiek tot de heiligen in Filippi. Maar wat hij ook doet, is hij noemt de opzieners en de diakenen. In vers 1. En twee dingen die ik hierover wil zeggen. Paulus, hij wist maar al te goed wie de ontvangers van de brief waren. Hij kende hen. Hij kende deze heiligen in Filippi. Ze waren namelijk leden van de gemeente. Van Christus in Filippi. Deze heiligen, ze hadden zichzelf verbonden aan de gemeente van Jezus Christus. En ze hadden zich vrijwillig geplaatst onder het gezag van de opzieners. Van de ouderlingen, de herders, de oudsten van de gemeente. Degene die voor hun ziel zorg dragen. Dat is het eerste. Een tweede is dat Paulus, hij noemt de leiders van de gemeente heel specifiek. De ouderlingen. De opzieners staat er. Dat is hetzelfde woord. En naast die
Ouderlingen of opzieners noemt hij ook de diakenen. Zij die dienden, die de ouderlingen hielpen. En let op, beide staan in het meervoud. Dat is belangrijk. Want hier zien we het Bijbelse patroon van hoe de gemeente van Jezus Christus eruit hoort te zien. Er is een meerderheid van oudsten of ouderlingen en een meerderheid van diakenen. Niet één geestelijk leider hoor, want dat is een recept voor een sekte. En ook niet één diaken, maar meerdere. Zodat de ouderlingen kunnen doen waarvoor ze zijn aangesteld. Waarvoor? Namelijk de verkondiging van het woord, het onderwijs en het gebed. En daar mogen we rekening mee houden als gemeente. Ja, daar moeten we rekening mee houden. En wat we hier leren is dat de ouderlingen en diakenen het normale kenmerk zijn van de nieuw-testamentische gemeente. En dan nog dat prachtige vers 2. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Alhoewel het eerste gedeelte van deze groet gebruikelijk was, genade zij u, dat was heel normaal om dat in die tijd te zeggen en te schrijven, is het tweede deel van deze groet onderscheidend christelijk. Want daar lezen we van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Je ziet echte genade en echte vrede komen van God de Vader en van God de Zoon. En dan hebben we het over innerlijke vrede in iemands ziel. Dat is de vrede die van God komt. En daaraan gaat de genade vooraf. Onverdiende gunst in actie. Vrije verzoening. Waardoor? Door het bloed van Christus. En die verbinding tussen genade en vrede, die is belangrijk. Want beide, zoals ik zei, zijn afkomstig van de Vader en van de Zoon. Er is geen vrede wanneer er ook niet eerst genade is. De Vader en de Zoon worden in één adem genoemd. Er is gelijkheid tussen hen beiden. Er is de volheid van de goddelijkheid. Met deze groet mogen ook wij onze eredienst iedere week beginnen. We worden er steeds weer aan herinnerd. Iedere zondag. Genade zij u en vrede. Van God onze Vader. En van de Heer Jezus Christus. Ja, de opening van de brief. Het bepaalt er ons bij dat God ons geschapen heeft voor saamhorigheid. Voor samen zijn. Geen individualisme. Nee, we mogen samen God dienen. Gemeenschappelijk. En die eerste twee versen in de opening van de brief staan vol met Jezus Christus. Is je dat opgevallen? Ja, daar was het hart van de herder vol van. Onze tweede gedachte vanochtend. Wat het hart van de herder doet. Versen 3 tot en met 8. In de versen 3 tot en met 8 zien we dankbaarheid van Paulus ten opzichte van God en de gemeenteleden in Filippi. Hij denkt aan hen in zijn gebed met vreugde. Paulus gaat danken. Paulus was dankbaar, terwijl hij was onder huisarrest. Hij was gevangen, vermoedelijk in Rome. En er waren soldaten in zijn nabijheid. Want de brief schreef hij vanuit gevangenschap. Hij was geen vrij man. En we zullen later, als we door de Filippense brief preken, wel zien dat er Romeinse soldaten in zijn omgeving waren. Maar ongeacht die omstandigheden was hij een man met een dankbaar hart. Hij was blij. 10 jaar geleden ongeveer was de gemeente in Filippi tot stand gekomen door de verkondiging van het woord, door het werk van de Heilige Geest. Daar bij de rivier. En nog steeds draagt hij deze gemeente op in zijn hart als hij ziet wat er van hen geworden is. Zijn gebed was niet gericht op zichzelf. Het ging niet om hem. Nee, hij was dankbaar voor wat God had gedaan. Wat God had gedaan in het leven van de Filippenzen. Hij dankte voor hen altijd met blijdschap, staat er in vers 4. En Paulus, hij had alle redenen om te danken. Wanneer hij dacht aan,
aan Lydia en aan de gevangenbewaarder en aan die jonge vrouw met die waarzeggende geest. En nu was het de gemeente, nu was het de heilige in Christus Jezus in Filippi en de opzieners en de diakenen. Het was een gezonde gemeente. En de verkondiging van het evangelie van Jezus Christus, het had vruchten voortgebracht. Precies zoals Gods woord het zelf zegt in Jesaja 55 vers 11. Zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. En dat zien we hier. De blijdschap van Paulus, de dankbaarheid die deze herder had in zijn hart, met als gevolg dat hij ging danken. Paulus, hij dacht aan de gemeente in liefde. Ze hadden Paulus een gift gestuurd, ja. Ze hadden hem financieel geholpen, hem ondersteund. Dat vinden we terug bijvoorbeeld in hoofdstuk 4. En het is de Heilige Geest die de gelovigen oproept om de liefde van anderen te waarderen, hun vrijgevigheid, hun medeleven. Kijk, een persoon die zich constant focust op zichzelf of op de tekortkomingen van anderen, op het negatieve zullen we maar zeggen, dat is een persoon die niet geleid wordt door de Heilige Geest. Bitterheid en een kritische geest zijn werken van het vlees en niet van de geest. Maar het is Jezus Christus die ons bevrijdt van de tirannie, van de heerschappij, van eigen gerechtigheid, van het onszelf in het middelpunt willen stellen, van het zelf op de troon willen zitten. En Paulus, hij stelde zichzelf niet in het middelpunt, omdat hij van Christus was en hij in Christus was. Christus was het middelpunt van Paulus. En Paulus, hij geeft de Filippenzen en ons een goed voorbeeld van dankbaarheid. Dankbaarheid aan God en ook dankbaarheid voor elkaar. Ja, het hart van de herder, het hart van Paulus was vol van dankbaarheid. En het heeft gevolgen. Er gebeurt daar wat. Paulus, hij was vervuld met blijdschap, te midden van tegenslag. Blijdschap, waarom? Nou, er was vrucht op het werk. Vanwege de gemeenschap aan het evangelie, zegt vers 5, en dat ze daarin volharden, want er staat van de eerste dag af tot nu toe. Dat is volharden, toch? Er was een voortdurende gemeenschap, een deelname aan het evangelie, waarin ze één waren, hoewel ver van elkaar verwijderd, Filippi en Rome. Dankbaarheid en blijdschap en dankzegging, maar ook gebed voor de gelovigen, dat de Heere ze zal zegenen en dat het ze geestelijk goed mag gaan. Bid jij ook zo? Hebben jij en u ook een dankbaar hart? Vrienden, gebrek aan vreugde komt vaak omdat we negatieve gedachten hebben en negatief spreken over anderen. Omdat we ons niet interesseren voor het welzijn van de ander. Omdat we gericht zijn op onszelf. Maar dat deed Paulus niet. Hij dankte en hij bad. Maar het hart van deze herder deed nog meer. Deze herder ging ook bemoedigen. In de versen 6 tot en met 8 zullen we dat zien. Paulus, hij had de genade ontvangen om lief te hebben. Hij had de Filippenzen in zijn hart gesloten. En de Filippenzen hadden op hun beurt zich verbonden aan Paulus door middel van het evangelie. Er was onderlinge gemeenschap. Er was een wederzijdse band ontstaan van liefde en eenheid. En er was gebed voor elkaar. En dan gaat Paulus bemoedigen. Kijk maar naar vers 6. Filippenzen 1 vers 6. Hij zegt, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Tot op de dag dat Jezus terugkomt. Wat God begonnen is, zal hij afmaken. En het gevolg daarvan is dat de heiligen in Filippi en de heiligen in Overberg niet meer van de genade konden en kunnen afvallen. Ze konden het niet meer kwijtraken. Nooit. Geen afval van heiligen, maar volharding van heiligen. En dat geldt ook voor ons als gelovigen. Wat God begonnen is te doen, dat zal hij afmaken. Dat werk zal voltooid worden.
dat we steeds meer het beeld van Jezus Christus gelijkvormig zullen worden. Daar is onze zekerheid op gebaseerd, op Hem. Wat God doet, dat is wel gedaan. Het is namelijk een werk dat gefundeerd is op de verdiensten van Jezus Christus. En daarom is het vast en zeker en onwankelbaar. Twijfel je soms nog? Nou, één ding is zeker. Je hoeft niet aan Hem te twijfelen. Hij die in u een goed werk begonnen is, zal dat voltooien. Tot op de dag dat Jezus terugkomt. Tot het moment dat we Jezus zullen ontmoeten. En tot die dag worden wij opgeroepen tot gemeenschap aan het evangelie. Tot de verspreiding van het evangelie. Tot de verdediging van het evangelie. Je ziet, het is niet maar een experiment of zo wat God doet. Zo van, nou, er is een kans, er is een misschientje. Van als jij nu maar goed je best doet. En je doet ook een beetje en doe ik de rest en zo. Nee, God volvoert zijn plan. God doet geen halfwerk. Er is geen afval van heiligen. We kunnen de zaligheid niet verliezen. Wanneer we in Christus zijn. Wanneer we opnieuw geboren zijn. En dat is een troost. En dat geloven we omdat de Bijbel het leert. Maar tegelijkertijd worden we opgeroepen. Opgeroepen om te volharden. Om vol te houden. Om te strijden, om in te gaan, weet u wel. Om te waken en om te bidden. Om niet in verzoeking te komen. Romeinen 8 vers 30. Zo'n prachtige tekst. Zegt het zo. En hen die hij er van tevoren toe bestemd heeft. Dat is de verkiezing. Heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft. Heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft. Heeft hij ook verheerlijkt. We noemen dat wel de gouden ketting. Geen schakel ervan kan gebroken worden. De rechtvaardiging die is net zo zeker als de verheerlijking. Hij zal zijn werk afmaken. Ja, klopt, we zijn nog onderweg hoor. Er is nog werk te doen. Werk in uitvoering. Meer en meer moeten we namelijk het beeld van Jezus Christus gelijkvormig worden. Maar het zal zeker zover komen. De verheerlijking die komt. De Schotse prediker, Ebenezer Erskine, bezocht eens een vrouw op haar sterfbed. En hij stelde haar gereed zijn voor de hemel op de proef. Hij deed dat liefdevol. En toen zij hem verzekerde dat zij gereed was om ontbonden te worden en om met Christus te zijn, omdat zij zich bevond in die hand waaruit niemand haar kon rukken, vroeg Erskine haar, maar bent u niet bang om uiteindelijk nog door zijn vingers te zullen glippen? En deze vrouw zei, dat is onmogelijk. Vanwege datgene wat u ons altijd gezegd hebt, zei ze. En wat is dat, vroeg hij. Dat wij met hem verenigd zijn. En dat wij zo een deel van zijn lichaam zijn geworden. Ik kan niet door zijn vingers glippen, zei ze. Omdat ik een van zijn vingers ben. Bovendien, Christus heeft een te hoge prijs betaald voor mijn verlossing. Om mij in Satans hand over te geven. Als ik verloren zou gaan, zou hij meer verliezen dan ik. Ik zou mijn zaligheid verliezen. Maar hij zou zijn heerlijkheid verliezen. Omdat hij een van zijn schapen verloren zou laten gaan. En deze heilige vrouw had gelijk. Zo is het. Paulus, hij laat zijn liefde zien aan de gelovigen in Filippi. Door hen te bemoedigen. Hij had zijn hart voor hen geopend. Voor deze gelovigen. Precies zoals Jezus Christus het hart van Paulus had geopend. Het werd beantwoord, zie je dat? Heb jij een geopend hart voor je broeders en zusters in Christus? En kan jij zingen, ik ben een vriend. Ik ben een metgezel van alle die de Heer ontmoedig vrezen. Psalm 119, vers 32. Zie je, de liefde van Paulus was niet maar voor even of zo. Het was niet oppervlakkig, het was niet een emotioneel gevoel. Nee, het was echte, oprechte, onvoorwaardelijke broederliefde. Hij had de gelovigen van Filippi in zijn hart gesloten. Dat lezen we in vers 7.
En alhoewel Paulus in gevangenschap verkeerde, het maakte voor hem geen verschil. Ze waren deelgenoten van zijn genade. In zijn gevangenschap, maar ook in de verdediging en in de bevestiging van het evangelie. De gemeente van Filippi stond Paulus bij om hem te bemoedigen. En die bemoediging die kwam van twee kanten. Ja, de bemoediging van Paulus die werd beantwoord door de bemoediging van de gemeente. Ze stonden Paulus bij om hem te verlichten in zijn gevangenschap, om in zijn noden te voorzien. Ze waren zijn geestelijke medestrijders geworden in de verdediging van het evangelie tegenover de keizer, waarop Paulus zich had beroepen. Hij moest zich verantwoorden tegenover hem. En Paulus, hij had zich al verdedigd tegenover de Romeinse autoriteiten. Kijk maar naar vers 7. Hij had een getuigenis gegeven als een heraut van het evangelie. Hij had het evangelie bevestigd en verdedigd. De Filippenzen, ze hadden op hun beurt voor Paulus gebeden. Ze hadden met hem gestreden op afstand. En ze zaten in hetzelfde schuitje. Kijk maar naar vers 29 van hoofdstuk 1. Want daar lezen we, want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Paulus leed en de gemeente leed. Paulus bemoedigt en de gemeente bemoedigt. Paulus dankte en de gemeente mocht danken. En dan in vers 8, dan zien we nogmaals een uitbarsting van die diepe liefde voor de Filippenzen die Paulus had. Paulus, hij spreekt over een vurig verlangen met innige gevoelens van Jezus Christus. Nou, een diepere gesteldheid voor de gemeente in Filippi is niet mogelijk hoor. Een diepere liefde, warmte, sympathie is ondenkbaar. Die innige gevoelens van Jezus Christus, dat is de meest ultieme gesteldheid voor de gemeente die je maar bedenken kan. Het is onbaatzuchtig. Het is vol van medelijden. Hij had hen oprecht lief. Hier zien we opnieuw het hart van de herder Paulus. Het was de liefde van God, zoals we die kunnen vinden in Romeinen 5, vers 5. De liefde van God die in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest. Het is boeiend om te ontdekken dat vers 8 een eed is. Kijk maar naar vers 8. Want hij zegt daar, want God is mijn getuige. Hij roept God als het ware tot getuige. Hij zweert. Deze liefde van Paulus, die wordt niet beïnvloed door omstandigheden en bepaalde tijden. Die liefde is niet voorwaardelijk. Zo van, nou, als jij nou eerst dit doet voor mij en zo, en als je aan mijn wensen voldoet, dan zal ik je lief hebben. Nee, dat is niet de liefde van Christus. Dat is de liefde van de mens die Christus niet kent. Nee, het is standvastige liefde. Het is echte liefde. Het is liefde die voortkomt uit Jezus Christus, die zondaren zoekt en zalig maakt. Onvoorwaardelijke liefde. Liefde die zichzelf niet zoekt, maar die de ander zoekt. Die de ander belangrijker vindt dan zichzelf. Ja, Paulus, hij gebruikt hier in vers 8 beeldspraak. Als hij spreekt over de innige gevoelens. En hij doet dat om zijn punt duidelijk te maken. Om duidelijk te maken hoezeer hij de Filippenzen lief heeft. Hebben wij vreugde wanneer we broeders en zusters ontmoeten en spreken? Als we van hen leren en als we bij hen zijn, als we in hun gezelschap zijn, als we één zijn met hen in Christus? Het hart van de herder. Het hart van Paulus, het bemoedigt de Filippenzen en ook ons vandaag. En laten we daarom het voorbeeld van Paulus volgen, wat hij hier geeft in die eerste verse in de brief aan de Filippenzen. Vol van Christus, danken, bemoedigen, met blijdschap. Dat we één zullen zijn in de verdediging en de bevestiging van het evangelie. Ja, we mogen het evangelie verdedigen, hè? Dat lezen we hier ook. Getuigenis geven dat het waar is. Het is niet maar een verhaaltje. Het is niet maar verzonnen door mensen. Nee, we mogen het evangelie verdedigen. Op grond van Gods woord. In de waarheid van Christus. En dat we naar elkaar zullen omzien. Dat we elkaar mogen bemoedigen. Dat we net zo goed als Paulus in praktijk mogen brengen waar zijn hart vol van is. Van Christus. En dat we gaan handelen in die gezindheid. In de verse 1 tot en met 8
noemt Paulus maar liefst 5 maal de naam van Christus. Zie je, dat is het geheim van Paulus. En dat is het geheim van de vreugde van Paulus in welke omstandigheden zich ook bevindt. Dat is de sleutel van deze brief. 5 maal in de eerste 8 versen. Jezus Christus. In hoofdstuk 1 vinden we maar liefst 18 maal de naam van Jezus Christus. Als jij nou hier vanochtend zit en nog niet in Christus bent, als je nog niet wederom geboren bent, dan geeft dit hoofdstuk je de richtingaanwijzer bij wie je moet zijn. Bij Jezus Christus. Buig je knieën voor hem, nu het nog kan. Het hoofdstuk staat er vol van. Paulus is er vol van. De heiligen in Filippi zijn er vol van. Van Christus. Bij hem moet je zijn. Bij hem is vergeving te ontvangen en genade te verkrijgen. Is deze Heer Jezus Christus ook jou en uw vreugde? Want zie je, dat is het normale christelijke leven. Dat Jezus Christus centraal staat. Amen.